Goedenavond, welkom allemaal. Ontzettend fijn dat u hier vanavond bent. Mijn naam is Iante Mosselman, ik ben programmamaker in de Bali. Fijn dat u bent bij deze avond over het leven en werk van Cindy Kersenborn. Ik kende Cindy een beetje en ik heb haar de afgelopen tijd best gemist. En ik denk dat dat is omdat er zoveel gebeurd is de afgelopen maanden. En dat ik benieuwd ben wat zij daarover te zeggen zou hebben. Maar ik vroeg me ook af, is het nou dat ik haar heb gemist? Zegt dat nou iets over mij? Zegt dat iets over haar? En ik denk toch dat het veel over haar zegt. Omdat het een ontzettend bijzonder iemand was. En wat ik merkte in aanloop naar deze avond was ook dat bijna iedereen die ik sprak had wel een verhaal of een bijzondere anekdote. En mijn eigen verhaal met haar vond hier plaats, 3 jaar geleden. Organiseerde ik een avond over Anton de Kom en Karen Awad-Mukrim zou een lezing geven. En er zou nog een spreker zijn en die zou er, het was 7:30, die zou er 7:30 zijn. 8:00 begon die avond en het werd 7:30. Het werd 7:45, het werd 7:55, geen spreker. En ik had Cindy zien zitten in de zaal en toen kende ik haar eigenlijk nog helemaal niet goed. Dus ik, met 1 spreker werd het wel een wat lastige avond, dus ik toch maar op haar af. En vragen, zou je misschien, het was 7:45, niet willen invallen? Nou, van haar gezicht zag ik eigenlijk liever niet. En ze vroeg me min of meer, moet dat? En mijn antwoord was ja. En toen kwam ze naast me zitten op de eerste rij, terwijl Karen haar lezing gaf. Ze was hartstikke zenuwachtig, maar ze deed het toch. En het was voor mij, op verschillende manieren, was het voor mij een hele mooie les. De eerste omdat het vaak best wel eng is om hier te staan, met een publiek wat voor je is. En het was fijn om te weten dat je dat publiek, als het erop aankomt, best om hulp kan vragen. En ze dan zo inspringen, hoewel ze dat soms misschien helemaal niet zo zien zitten. Maar het leerde me ook iets anders, namelijk dat als je vindt dat je iets te zeggen hebt en de gelegenheid doet zich voor waarop je dat kan doen, dat je dat ook gewoon moet doen. Dus ik heb me voorgenomen na die avond, dankzij haar, om dat eigenlijk veel vaker te doen. Dat wilde ik u kort vertellen. Er zijn zo dadelijk 3 sprekers die wat langer zullen praten over Cindy haar leven, Cindy haar werk. Dat zijn Sherman de Jesus, Michiel van Kempen en Marlene Dumas. Ik ga ze zo dadelijk af en aankondigen en wat langer aan u voorstellen. Maar voordat ik dat doe, wil ik heel graag het woord geven aan Abram de Zwaan. Dank u wel. Dat nog niet, wist niet dat dat in de orde van de avond zat. Het enige wat ik kan zeggen is dat die foto van Cindy die daarnet te zien was met mij daarvoor, dan zie je de verhouding eindelijk eens in verhouding. Maar ik ben een beetje aangedaan. Ik ben bijzonder blij dat dit plaats kan vinden, omdat het door allerlei omstandigheden die ons nog steeds geeselen al 2 keer was uitgesteld. En het is nu 1 jaar en 12 dagen dat Cindy dood is. Dat is heel verdrietig. Maar het is toch troostend dat ze er zoveel van gemaakt heeft. Cindy was ambitieus. Zij noemde dat, ik wil mijzelf op de kaart zetten. En ik was het daarmee eens. Ik vind dat voorlopig, zo de eerste paar 100 jaar, moeten vrouwen nog maar even heel ambitieus zijn. En ze heeft ook iets gemaakt, ze heeft zichzelf op de kaart gezet. En ik denk toch niet dat ze geweten had, of dat ze haar dood zo
veel reacties zou wekken, dat ze zo aanwezig zou zijn. En ik ben verschrikkelijk trots, maar op de Zeeburgerdijk, daar op het Hugo Olijfveldhuis, het huis van de Vereniging Ons Suriname, waar ook de Black Archives gevestigd zijn, daar is een grote gevelschildering. En dan zie je, ik hoef dat voor dit publiek niet uit te leggen, Anton de Kom. Je ziet Sophie Redmond. Je ziet de oude meneer Kooks, de voorzitter van de vereniging. En je ziet zo'n hoog portret van Cindy. En ik ben bijzonder trots dat ze daar op straat staat. Nou, laten we kijken wat de sprekers er allemaal over te zeggen hebben. Dan geef ik graag nu het woord aan Sherman de Jesus. Hij studeerde recht in Utrecht, is een van de oprichters van het Nederlands Filmfestival, is voornamelijk werkzaam nu als regisseur en producent. En aan hem gaf Cindy de opdracht om haar laatste film af te maken. En daar zal hij ongetwijfeld iets over vertellen. Fijn dat u er bent. Ja, ik heb heel wat op papier gezet. En ik zal dat proberen aandachtig te lezen, omdat ik vind dat Cindy dat waard is om met heel veel aandacht hier over te praten. Het is niet makkelijk, maar ik doe het graag, omdat ik Cindy heel lang heb meegemaakt als collega. En dat we in de loop van de tijd ook vrienden werden. En ik zal vooral over film praten, of beter gezegd de strategie om de films te maken die wij graag wilden maken. Over complexe zaken als kunst, literatuur en ex-kolonies in de Westen. Ik zal eerst vertellen over hoe we elkaar omgingen, Cindy en ik. En dan iets over hoe ik Cindy's film heb ervaren. Ik eindigde met het onvoltooide werk van Cindy, Dan Didi Tambu, waar ze aan het werk mee was. Het was de film die ze onder handen had toen ze stierf. Ik maakte Cindy voor het eerst mee in Utrecht op vergadering over een film die ze zou produceren voor een Iraanse filmmaker, Reza Alamisadeh. Zij deed in die tijd voornamelijk productiewerk. Maar ze was toen ook heel erg aan het broeden al over de dingen die ze zelf wilde gaan doen. We vertelden elkaar over de films waar we mee bezig waren, over de problemen van het filmmaken met een migratieachtergrond. Ons over projecten die om die reden te vaak niet doorgingen. Cindy, steeds gedreven, niet van plan zich te laten tegenhouden door niemand. We werden een soort van vrienden die elkaar vooral tegenkwamen tijdens premières en op festivals. Een geliefd onderwerp elke keer weer was dat we beide los van elkaar en niet zonder leedvermaak vaststelde dat wij de enige donkere mensen waren in een gezelschap. Een soort van outsiders. Dat is heel lang zo gegaan. Ik praat nu over een tijd voor films als I'm Not Your Negro en Moonlight, maar ook voor Cindy's eerste film over Edgar Cayce, Ik ga dood om jullie hoofd. We maakten ons boos over het gebrek aan moed bij de publieke omroep. Het gebrek aan belangstelling voor cultuur en kunst uit de Cariben. Dat het gebied werd behandeld als een Melaatse kolonie. Dat er gedacht werd dat het publiek toch geen belangstelling zou hebben voor films uit de Cariben.
Ik herinner me een jaarlijkse borrel van de filmsector in AI. En moet je jullie voorstellen, die grote lobby van het gebouw vol met mensen uit de film. Makers, eindredacteuren, directeuren van tv en fondsen. Alles wit. En een official die opnieuw voor de zoveelste keer sprak over de noodzaak van inclusiviteit. En Cindy die niet aarzelde om op te staan en luid tegen het gezelschap te roepen, maar we zijn hier. Cindy maakte haar films en bood ze daarna aan de omroep. Daardoor was ze afgesloten van de fondsen, bedoeld om filmmakers met moeilijke projecten te ondersteunen. De films werden pas aangekocht als ze al klaar waren. Voor een fractie eigenlijk. Voor wat de omroep normaliter gaf. Dat soort dingen. Soms spraken we over een film die Cindy aan het monteren was. Ze luisterde aandachtig naar de opmerkingen, maar dat betekende niet dat ze iets, dat ze daar iets mee deed. Haar waardering kwam pas na de première, op de première, als je naar voren werd gehaald en Cindy je totaal onverwachts een bos bloemen in de handen drukte. Cindy nam me een keer in vertrouwen over een film die ze gemaakt had en die de omroep te lang vond. Cindy tegen de redacteur: de drie stukjes waarmee je moeite hebt, vrouwen, tribunaal in de Haagse rechtbank, de dubbeling van vrouwen in café, die kan ik zeker inkorten. De herhalingen kunnen eruit. Maar de literaire tekst aan het begin van de film, nee, dat is sterk. Juist nu ze de prijs heeft gekregen. Het begin van de film zet haar literair neer en maakt iets af, een grote schoonmaak. En niet met de zoektocht beginnen, vind ik ook niet zo subtiel, met een smiley erachteraan. Rustig beginnen en dan de ontknoping. Ik hou ervan dat tegendraadse. Ik voelde verwantschap met Cindy's grote behoefte om cultuur van de Cariben vast te leggen en te onderzoeken in haar films. Ik zelf had het op een bepaald moment opgegeven. Ik vond de houding, met name op Curaçao, te veel gericht op folklore en op prestige op projecten. De films die ik had gemaakt over de Cariben waren alleen mogelijk doordat ze in Nederland werden gefinancierd. Ik was er klaar mee. Cindy nog lang niet. Het ging Cindy niet alleen om de films, maar om ook al die andere dingen die je eromheen kon programmeren, kon organiseren. De impact die je daarmee kon maken. Cindy liet iedereen verbluft achter met haar film Ik ga dood om jullie hoofd. De film waarmee ze haar naam vestigde in Nederland als filmmaker. Cindy had haar eigen manier van filmen. Ze smeedde in de films de tegenstellingen, het trauma, kan je zeggen, in haar leven samen tot een nieuwe werkelijkheid. Daarmee groeide ze boven Nederland en Suriname uit. Ze plaatste zichzelf in haar films en maakte zichzelf zichtbaar. Ze werd met elke volgende film werd ze zichtbaarder. Zoals op het laatst in de Astrid Roemer film. Ze maakte lange shots van het erf in Suriname en van de bewoners ervan. Zonder nostalgie, zonder romantiek.
Ze keken naar oude vrouwen, vergeten vrouwen waar niemand nog oog voor had. Naar voeten die het stof deden opwaaien. Een man die voor een... Wacht even. Een man die het erf schoonveegt. Ze laten personages zich afvragen in welke taal ze met elkaar zullen spreken in haar film. Sranang of Nederlands. Ze voegde scènes, beelden en teksten samen die schijnbaar niets met elkaar te maken hadden. Maar het werkte. Het alledaagse kreeg daardoor een... Toch iets, het alledaagse kreeg toch iets indringends. Een shot van een camera bijvoorbeeld, die traag richting de jungle schuift naar een zwart gat, volgt op een uitspraak van de uitgever van Edgar Cayo over diens teloorgang. De beelden nestelen zich in je hoofd en voer je een onbekende wereld in. Typisch voor Cindy's werk waren de groepsgesprekken, de groepsscènes, waarin haar personages met elkaar in discussie gaan. Die monteerde ze zo als een soort vraag- en antwoordspel met de hoofdpersonage, zoals in de Afrikaanse muziek. Mijn favoriet is de groep Curaçaose mannen die Cindy grote intimiteit laat uitwisselen in Judy Curaçao over Frank Martinez Arion. Cindy blies met haar films nieuw leven in vergeten schrijvers en hun vergeten arena's. En als ze dat allemaal volbracht had, dan ging ze haar films presenteren aan het publiek in de West. Cindy maakte 3 grote films, zoals ik ze nog nooit eerder in Nederland had gezien. De afgelopen maanden tijdens de pandemie heb ik gewerkt aan Cindy's project over de Arubaanse danden. Cindy had de opnames voltooid en ze was blij met het resultaat. Ze liet een document achter. Document na dat ze personages in de Dande-documentaire noemde. Daarin wijdt ze uit over personages, locaties en metaforen die ze wilde gebruiken. Cindy was in het bijzonder gespitst op de ontkenners van de Afrikaanse oorsprong van de Dande. Ze beschrijft minutieus de momenten die ze hoopte te filmen. Zo ontstaat een verhaal over volksmuziek die dreigt weggevaagd te worden door commercie en de waan van de dag. Op een Caribisch eiland die ooit niet meer was dan een slavendepot. Het was voor Cindy zeer zwaar om te accepteren dat ze de film niet meer zou kunnen afmaken. Ze had me gebeld met de vraag of ik langs wilde komen om iets zakelijks te bespreken. Tot op het laatst bleef ze me instructies geven. Als laatste appte Cindy: de rushes die zijn zoals het in het script staat. Wat fijn dat je het wil monteren. Tijdens het bekijken van de rushes van de film vond ik een fragment waarin Cindy zelf over de film vertelt. En dat gaan jullie nu zien, denk ik. Dankjewel. Ik ben niet zo van avond.
De documentaire over Dande waarmee ik bezig ben met mijn filmploeg. Ik zal even mijn eigen filmploeg introduceren. Dat is de cameraman, die dus mijn film. Dat is Ricky Kramer. En dan heb je dat geluid dat eigenlijk heel belangrijk is. En dat is Daan Arends. En omdat ik dat papiamento net zo goed, heel goed beheers als het Chinees en het Russisch, heb ik dus een Arubanus gevraagd om de interviews te doen. En zijn naam is Arthur Kelly. En natuurlijk heb je een fotograaf nodig, je hebt natuurlijk een chauffeur nodig, je hebt natuurlijk ook een rechterhand nodig, een lokale producer, productie. En dat is, en dat is Alexis Strom. En waar gaat die documentaire over? De Dan is eigenlijk een heel dun dingetje. En in mijn tweede fase heb ik gekeken, hoe maak je dat klein dun dingetje eigenlijk universeel? Dus dan moet je deep down gaan, omdat ik denk, dat is mijn mening, dat het veel en veel dieper zit. En ik denk dat de Dande niet alleen maar om zang gaat, het gaat om kleur, het gaat om ras, het gaat om traditie, het behoud van, het niet willen vernieuwen. En hoe gaan de Arubanus daarmee om? En wat doet de oude generatie daarmee en wat doet de jonge generatie mee? En je hebt verschillende soorten Dandes. Je hebt de Dande di Tambu en dat betekent dus dat de drum, om het een beetje oneerbiedig te zetten, maar het heet Tambu, dat eigenlijk het essentiële instrument is in de Dande. En eigenlijk heet het Paranda. En Paranda betekent van deur tot deur. Dan gaan de muzikanten en de zangers, die gaan dus langs de deuren om de goede wensen uit te spreken aan de ontvanger of degene die het gratis ongevraagd krijgt. En verder heb je in die Dande, die Tambu, heb je natuurlijk een aantal instrumenten en dat is de wiri. En dat is een soort rasp. En het andere instrument is handje klap. Een ritmisch geluid met je handen, heel belangrijk. In de Dande, omdat je vroeger natuurlijk geen muziekinstrumenten had. Je had natuurlijk alleen de drum, wat de plantage, ja, om het zo maar te zeggen, de slaven gemaakt hadden en de tjapu, of de schoffel, of de koebel. En daarmee maakten ze dus ook muziek. En ik probeer te kijken wat daadwerkelijk de geschiedenis is van de Dande, waar komt het vandaan, hoe is het terechtgekomen op Aruba en is het typisch iets Arubaans. Dus daarover gaat de Dande en ik probeer dus iets kleins te maken, universeel, iets dat klein is, heel groot te maken voor de Arubanus. Dat was het, dus ik hoop dat jullie dat ook wel interessant zullen vinden. Hoe is je ervaring op Aruba? Om het maken van deze documentaire? Je moet zo flexibel zijn als een looie deur. En daar bedoel ik mee te zeggen, je moet schipperen, je moet meegaan, maar je mag je vak niet verloochenen. Je mag je... Wil je een vraag meer alsjeblieft? Ga je dan. Hij heeft mij niet gevraagd om de vraag mee te nemen. Oké, wilt u die vraag opnieuw stellen, meneer naar Kelly? Hoe was je ervaring met het maken van de documentaire op Aruba? Mijn ervaring op Aruba ten aanzien van de documentaire is, het is wisselend. Het heeft twee medailles, zoals een munt natuurlijk. En voor mij is het belangrijkste als een vakvrouw, zo mag ik mezelf ook wel noemen, als vakvrouw, dat je je vak niet mag verloochenen. Je moet zo dicht mogelijk bij de waarheid komen en proberen de feiten op tafel te leggen. En als ik bezig ben met mijn werk, heb ik geen vrienden, geen familieleden, dat heb ik niet. Ik ben bezig gewoon met mijn vak en ik kijk van wat is tussen aanhalingstekens de werkelijkheid en wat zijn de feiten. En ik heb geen vrienden. In die zin probeer ik iets uit te leggen van, ik ga dat niet doen om jou een plezier te bezorgen. Ik doe het niet om te zeggen van, goh, ja, maar ik wil ook erin, want ik ben... Nee, dat doe ik niet. Want anders zou ik mijn vak en mijn andere collega's, die zou ik verloochenen. En die zouden zeggen van, que pasa, hoe kan je nou zoiets maken?
En het belangrijkste is, mijn handtekening komt eronder. Als jullie het gezien hebben en als ik het gezien heb, moet ik zeggen van, ik schaam mij niet dat ik dit product gemaakt heb voor de Arubanos en dat het universeel is. Ik geef graag het woord aan Michiel van Kempen. Hij bekleedt sinds 2006 de bijzondere leerstoel Nederlands-Caribische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam. En stelde diverse bloemlezingen samen over de Caribische literatuur. Schrijft ook zelf. Welkom, fijn dat je er bent. Goedenavond. Vreemd eigenlijk om hier te staan en dat we het hebben over Cindy Kersenborn. Want met Cindy Kersenborn sprak je altijd over iets anders. En nu moeten we het over haar hebben. Wij zijn hier als het ware een film over haar aan het maken, zou je bijna kunnen zeggen. En dan komt er natuurlijk ontzettend veel weer naar boven, vooral in deze zaal. Ik kan me herinneren, misschien wel de laatste keer dat ik haar gezien heb, was bij de uitreiking van de Anil Ramdas prijs. We zaten daar waar u daar zit, aan die linkerkant. En dat was altijd een heel gebeuren als zij er was, dat wist ik ook wel. En ik zat er, was door een stoel naast me vrij en zij kwam vrij laat binnen en ze zei, kan ik daar zitten? Ja, goed. En dat verliep eigenlijk wel zoals ik kon verwachten. Tot groot jolijt van de hele omgeving gaf zij luidkeels commentaar op alles wat hier gezegd werd. En bij elke opmerking ging een flinke stomp in mijn zij vooraf, zodat ik met een gekneusde rib thuis kwam. Die enorme energie is denk ik het sterkste wat iedereen die haar persoonlijk gekend heeft, ongetwijfeld heeft meegemaakt en waarvan iedereen kan getuigen. Daar heb ik genoeg verhalen over. Nou, er is mij gevraagd om iets te zeggen over wat is nou de betekenis van die films van Cindy binnen dat geheel van de Caribische cultuur of literatuur. En daar heb ik over nagedacht, natuurlijk ook voortdurend terugdenkend aan alle gesprekken die we voerden voordat die films er waren. Cindy dook op een gegeven moment op. Ik wist niet zo goed wie zij was, maar dat werd me al heel snel duidelijk. En het werd me vooral duidelijk dat zij zo ongelooflijk gedreven aan een onderwerp bezig was. Ze ging werkelijk door ruiten en ramen om te bereiken wat ze wilde. En dat is natuurlijk, en Sherman heeft dat terecht gezegd natuurlijk, dat betekende natuurlijk ook dat ze tegen het establishment van de filmwereld in Nederland in moest gaan. En vergeet ook niet, het was niet de allergemakkelijkste tijd waarin ze die films heeft gemaakt. Ik heb vroeger met John Albert Jansen een aantal films gemaakt in Suriname. En dat was toch de tijd dat je voor een film vrij gemakkelijk een aardig bedrag, dus zeg maar een paar ton kreeg of zo. In de tijd dat zij werkte, moest ze echt schrapen voor elke euro om die bij elkaar te krijgen. Dus ze had altijd een heel lang traject alleen al om dat bij elkaar te krijgen en dat zij aan het werk kon. En als ze, laten we zeggen, twee tientjes had, dan ging ze aan het werk. Dat vond ik ook heel bijzonder. Daarom er is nu sprake dus van die drie films die zij gemaakt heeft. Ik wil er zo op terugkomen. Op de film die Sherman nu zal voltooien over de Dandé. Dit is een mooi fragment. Helemaal Cindy ten voeten uit. Dus ik was heel verrast om dit te zien ook. Er is nog een vijfde film ook, waar ze ook al opnames voor heeft gemaakt. Maar ik weet niet in welke staat en hoeveel filmmateriaal daarvan is. En dat zou een film worden over de schrijfster Bea Viane. Daar heeft ze ook al opnames van gemaakt in ieder geval. Wie weet komt dat ook nog een keer als film op het doek. Nou, die drie films die er nu zijn, zijn eigenlijk alle drie films waarin ze bepaald niet de gemakkelijkste weg heeft bewandeld. Want het waren eigenlijk alle drie tamelijk lastige auteurs. De eerste over Edgar Cayo,
was alleen al lastig omdat Cairo iemand is geweest die zo ongelooflijk zijn tijd vooruit was. En hij was er niet meer, hij is overleden in 2000. Ze heeft toen een film gemaakt, eigenlijk rond een andere hoofdpersoon. Die zit hier in de zaal, zijn broer Arthur Cairo. Welkom Arthur. En Arthur heeft zichzelf ook enorm sindsdien ingespannen, ook om het werk van Edgar en met name de orale kant van het werk van Edgar Cairo, van zijn broer dus, om dat weer voor de lezers en kijkers naar buiten te brengen. Nou, Cairo, er zijn weinig auteurs waar ik zo vaak aan moet denken de laatste tijd als aan Edgar Cairo. En waarom? Omdat bij al die debatten die we de laatste jaren zien over blackness en over allerlei folklores en over het hernoemen van monumenten, over de positie van de gay community, over Sinterklaas en Zwarte Piet. Al die dingen heeft hij in zijn 40 boeken al aan de orde gesteld. Maar hij deed het in een tijd dat hij de eerste was die in een grote Nederlandse krant, hè, de Volkskrant, als zwarte auteur een column kreeg. En dat werd hem niet altijd in die tijd in dank afgenomen. En dan komt Cindy Kersenborn met een film over hem voor een generatie ook. En die generatie laat ze ook zien die eigenlijk nog nooit van hem gehoord heeft. En die over zijn werk gaat debatteren. Ik moet zeggen, ik was ook een beetje verontwaardigd over een bepaalde scène in de film. Omdat ik vond dat degenen die daarover aan het praten waren, volstrekt onnozel waren, niets wisten van zijn werk en het ook niet respecteerden. Ik vond dat ze de kern van Edgar totaal niet begrepen hadden en hun eigen persoonlijkheid daarvoor zetten. Ja, nou goed, dat betekent alleen maar dat de opgave van Cindy om een afgewogen portret van Edgar Cairo neer te zetten groter en moeilijker was. Hij kon het zelf natuurlijk ook niet meer mee ondersteunen, hij was er niet meer. Dan krijg je een film over Frank Martinez Arion. Nu eigenlijk vooral sinds 2006, sinds Frank Martinez de eerste was die de Actie Nederland leest kon trekken. Hè? En toen zijn roman Dubbelspel in een oplage van bijna 1 miljoen werd verspreid. Kijk, nu kennen brede lagen van de lezers, die kennen hem. Maar dat was zeker niet altijd zo. Want hij had na dat prachtige boek Dubbelspel, had hij toch nog verschillende andere boeken die helemaal niet die weerklank hebben gekregen die dat eerste boek van hem had. De verfilming met een internationale Hollywoodcast, hè, die er nu is, van Dubbelspel, die was er natuurlijk ook niet. Dus ze had, toen zij die film maakte, had ze niet zo heel veel ook om op terug te vallen. En het mooie is, ze maakte die film, ik denk, Frank Martinez was gisteren 5 jaar geleden overleden. En zij heeft hem volgens mij een jaar voor zijn overlijden in Nederland nog gefilmd. In Scheveningen. Zijn prachtige opnames. Ergens, het moet in de winter geweest zijn of het late najaar. Want je ziet dat de wind en de regen op de ruiten slaan. Dat zijn hele mooie opnames. En hij is eigenlijk al, kun je zien, hoe moet je dat nou zeggen? Onderweg naar het einde. Dat kun je goed zien. Ook in de manier waarop hij praat. Tegelijkertijd is hij af en toe zo scherp als een mes, dat je denkt, hoe kan iemand die, waarvan je niet veronderstelt dat hij dat zo in zijn hoofd heeft, nog zo verwoorden, ook mooi verwoorden. Dus het is een godsgeschenk geweest dat zij die film nog heeft gemaakt toen het nog kon. Want een jaar later had ze dat nooit meer kunnen doen. Ja, en dan heb je natuurlijk de derde film die zij heeft voltooid. De wereld heeft gezicht verloren over Astrid Roemer. Astrid Roemer heeft nu de PC Hoofdprijs. Die viel zo'n beetje samen, dacht ik, met het uitkomen van die film. Hè. Dat was in hetzelfde voorjaar. Maar goed, dat was natuurlijk allemaal niet te voorzien. Ze heeft natuurlijk die film niet gemaakt met het oog op die prijs of zo. Er is natuurlijk geen relatie in die zin. Maar nu kent iedereen Astrid Roemer. Die is in één keer op de kaart gezet. Daarvoor, ja, was het een auteur die wel een zekere mate van succes had en ook wel een zekere naam, maar toch vooral in de gemeenschap die een directe link heeft met het Caribisch gebied en ook in feministische hoek.
En Astrid Roemer, en dat zie je in die film helemaal aan het einde naar buiten komen, is een ongelooflijk lastig iemand om te filmen. Ze begint prachtig met een, dat vind ik ook wel een winst ook van haar ontwikkeling, dat ze hoe langer hoe meer op het beeld durft te vertrouwen. Er hoeft geen commentaar onder elk beeld. En het begint met een zeer lang shot dat ze gemaakt heeft in het noorden van, of in het oosten van Schotland, op het eiland Skye, waar Astrid Roemer zou moeten wonen. Maar zonder dat zij wist dat Astrid Roemer, de vogel, was al gevlogen op dat moment. En dan maakt ze daar toch iets moois van door de, hoe noem je dat, de housemaster, hè, degene die haar woning verhuurde, om die te interviewen en over haar te laten vertellen. En dan langzamerhand ontstaat zo het beeld van wie is daar Roemer. En dan, dan komt Roemer in beeld in een tuin in Gent. En iedereen dacht toen, dat heb ik althans verschillende keren later gehoord, Astrid Roemer, ja, die zit in een klooster in Gent. Nou, dit is helemaal niet waar, die zit gewoon lekker in een luxe appartement. Maar dat was natuurlijk de suggestie van die film wel, omdat ze haar daar heeft neergezet. Maar je ziet helemaal aan het einde van die film ook, dat het ongelooflijk botst tussen de hoofdpersoon van de film en Cindy. En ja, je kunt zeggen dat is dan onverwacht. Het was voor haar totaal onverwacht dat dat gebeurde. Het was de laatste ochtend dat er opnames werden gemaakt in Gent. Tegelijkertijd is dat misschien de scène die nog, ja, nou, ik wil niet zeggen meer zegt, maar in ieder geval die zeer betekenisvol is in het portretteren van Astrid Roemer. Dus ja, ik denk dat dat ik daar ook bij moet zeggen dat ze op geen enkel moment dat moment wat eigenlijk met een verborgen camera gefilmd werd. Astrid Roemer wist niet dat de camera aan het filmen was. Dat de cameraman aan het filmen was. Ik moet erbij vertellen dat dat dus niet erin is gebracht uit een zucht van sensatie van de zijde van Cindy. Want dat is het laatste wat ik eigenlijk wilde zeggen. Ik vind de volstrekte integriteit van haar, die je ook in dit fragment net al zag toen ze zelf vertelde. Dat vind ik eigenlijk toch wel een van de grote kracht van die films die zij maakt. En ik kan dat misschien met een hele korte anekdote zelf ook vertellen, zoals ik dat heb meegemaakt. Op een gegeven moment, u weet natuurlijk, als iemand wordt geïnterviewd, ja, dan maak je een uur of anderhalf uur filmopnames en uiteindelijk zit iemand 5 minuten in zo'n film. Dat is gebruikelijk, dat is, zo gaan die dingen nu eenmaal. Zij interviewde mij op een moment dat het met mij emotioneel niet zo geweldig ging. Wat gebeurde er tijdens dat tamelijk lange interview? Kwam het gedicht Noorderstrand van Astrid Roemer te sprake. Dat zit ook in de film. Ik denk dat het een van de allermooiste gedichten is die ooit geschreven zijn over de ervaring van de migrant die naar Nederland komt. Het is echt een geweldig, geweldig gedicht. En dat emotioneerde mij zo. Maar dat emotioneerde mij natuurlijk ook zo, omdat ik eigenlijk zelf nogal brak aan toe was op dat moment. En ze had natuurlijk kunnen denken, niet zo leuk als een professor huilenbalk in de film. Nee, dat heeft ze niet gedaan. En dat was natuurlijk, het verbaasde me niet dat ze het niet deed. Ik was er eigenlijk ook wel blij om. En ik dacht, ja, ze heeft ook heel goed doorzien dat dat niet uit te leggen is dat er een relatie was op dat moment tussen dat gedicht en wat er met mij persoonlijk gebeurde, wat verder niet interessant was voor de kijkers. Ik denk dat we te maken hebben met een belangrijke en zeer respectabele cineaste die heel veel heeft betekend, meer dan al die boeken die ik kan schrijven voor de Caribische literatuur. Dank u wel. Sorry, dit moet even tussendoor. Ik geef graag het laatste woord aan Marlene Dumas. Ze is beeldend kunstenaar, tentoonstellingen wereldwijd. En ze was een van de kunstenaars die door Astrid Roemer gevraagd
was om een werk te maken bij de tentoonstelling over, door Cindy Kersborn gevraagd was om een werk te maken bij de tentoonstelling bij Roemers Drieling. Fijn dat je er bent. Ja, ik ben eindelijk die beetje die rommeligste in deze groep, omdat ik ken eindelijk Cindy die kortste. En dus ik vind het ook zo erg dat zij daar niet is vanavond, want ik wil zeggen, hey Cindy, hey. Je weet, ik had eigenlijk ook helemaal niet het gevoel dat ik zoveel te zeggen had in relatie tot die hele samenwerking. Want zoals ik zei, dit was alsof het nog net begonnen was eigenlijk. Zij, laat ik zeggen, hoe hebben wij elkaar leren kennen? Dus ik had maar een paar plaatjes om dit... Wij begonnen eindelijk door die films natuurlijk. Maar ook zij kwam naar... Ik had een filmavondje en... En I, omdat ik een tentoonstelling had. En waarbij ik dan ook mijn favoriete films kon tonen. Nou ja, ik kende haar helemaal niet. En heb ik ook niet verwacht dat zij door zo een van de langste films Jeanne d'Arc zou zitten. Want wie wil nou daardoor zitten? En daar kwam zij toe, naar mij toe daarna. En zij had ook naar die tweede avond zelfs gekomen. En dat was die eerste boekje wat zij mij gaf. En ik schaam mij zeer, maar ik heb inderdaad niet hem nog ooit gelezen. En dan zijn we toch in die jaar 2014. En ik wist niet dat hij schilderde. Dus en door deze boekje hebben we elkaar eindelijk leren kennen. Laten we kijken, waar gaan we dan naartoe? En toen ik over haar moest sprak, toen dacht ik over het woord drie. Zij had een drielijk gemaakt, een drielijk van films. Zij hebben dus mij gevraagd dus of ik dan wil meedoen aan Roemers Drieling. En ook oppervlakkig zoals ik was, ik kende dus eigenlijk wel die foto's van Roemer toen ze jong was. Hè? Prachtige vrouw en alles. En ik wist wel wat van haar en dingen. En zo zeg ik, ik wist ook wel wat van die Caribische gebied, maar zo weinig. En eindelijk dacht ik, weet je, ik heb al mijn Zuid-Afrika-achtergrond. Ik heb mijn eigen problemen, bij wijze van spreken. Weet je, wil ik ook nog mij verdiepen, al die dingen. Maar Cindy, zoals al die andere sprekers zeggen, dit was die fantastische van Cindy. Ik bedoel, die kijkt jou aan en die sprak met jou. En ik ga even kijken. En mijn eerste berichtje wat zij schrijft dus. Had zij ook over dat zij zegt... dat zij een tentoonstelling wil maken met werken van kunstenaars die zich hebben laten inspireren door... centrale thema in die oeuvre van Astrid Roemers, moord en staat. Dat slaat op die decembermoorden, 1882, in mijn geboorteland Suriname. En ze zei dus ook, ik nodig voor die tentoonstelling kunstenaars uit van heel uiteenlopende herkomst. Veelal uit ooit Nederland over zee. Van wie ik vermoed dat ze affiniteit hebben met dit onderwerp. Dus dat was ook een eigenschap van haar, dat veelheid der dingen. En wat ik over die drie wou zeggen is, deze dag heb ik me zo vaak over tweedeling, polariteit twee. Maar ik had een andere vriend, een schrijver, wat ook overleden is al, en die zei ooit aan mij... in iedere liefdesrelatie is daar
tenminste 3 mensen of 3 figuren. En ik moest het dus denken, dus het was niet om mee te beginnen, ik en Cindy, het was ik, Astrid en Cindy. En dan had je zo gezegd haar 3 lijk en dan had je dus weer die 3 lijk, Roemers, ze dingen met 3. Ik vond ook, als je dan eerst op zoiets over 3 gaat denken, over het meerduidigheid van die wereld en die dingen. Ik spring nou een beetje rond, want zoals ik zeg, ik vind het raar om zonder Cindy te spreken bijna hier. Dus ik dacht, oké, over die boeken, ik hoop dat we dus al deze, dat wij de Cindy's werk gaan voortzetten, dat wil ik ook zeggen. Want dat is wat voor mij zo belangrijk is. Dus eerst toen ik aan haar wou nee zeggen, zeg ik, maar Cindy, ik hou niet zo van projecten. Maar ik zal, op een zekere stem zei ik willig in. Toen zegt zij, willig is een goed woord. Dus zo ze wilg. Dus ziet het niet als een project. En zo kon Cindy ook zo goed met die woorden omgaan. Ik moet proberen om nou rustig te blijven. Maar wat ik dus wil zeggen, dus toen dacht ik, ja, we hebben dus deze boekje. Wij hebben dus deze boekje. Dat was het tweede boek wat ze aan mij gaf. En hierin las ik ook over zijn dubbelspel, dat daar ook 2 driehoeksrelaties in voorkom. Maar wat daar ook stond, was deze thema's, vrijheid en solidariteit, komen ook terug in die andere romans van Arion. En toen moest ik dus al deze mensen, ik praat dus over hem, maar eindelijk om over Cindy te praten. Dit is die schrijvers wat ze kozen, die films wat ze maken over hen, die weerspiegelen ook haar omgaan met die werkelijkheid en met die leven. Want aan de ene kant is daar die grote individualiteit. Dus ze zeggen, ook, je kijkt niet op naar enige iemand, bedoel ik in termen van omdat die hogere status hebt of zo. Maar tezelfde tijd, ze is heel erg, daar is dus dat grote individualisme, eigen persoonlijkheid, maar aan de andere kant is daar die solidariteit. En dit heb dus Astrid Roemer, als ze haar prijs krijgen, nou weet ik hoe zij gaf die bordje aan Ramdas, weet je nog, al die schrijvers, zij nam het niet. Zij zegt, ik neem het niet voor mij, niet. Ik wil ook, Wihana geloof ik, sta daar ook op, al die, maar ga je met mij helpen daar? Weet je dit uit je hoofd? Ik had die boekje van die PC Hoofdstraat. Ach, PC Hoofdstraat, dat is een prachtige Miss PC Hoofdprijs. Die had ik dus nou vergeten, we daarin staan. Weet jij dit nog? Ja, als zij die is. Vihana noemt ze. Ze noemt Ramdas. Ja, hem ook. Dus zij zei dus, ja, op haar prijs gaat ze naar die literatuurmuseum. Moet haar naam ook erbij. En dat vond. Ja, precies. Dat bedoel ik. Dat deed Roemer. Zo is eigenlijk Cindy ook bedoel ik. Cindy, ik vond het heel mooi. Cindy zegt dat haar vader, ze is opgevoed door haar vader. En die vader die zei, jij helpt mensen, maar je houdt ook je mond daarover. En deze dagen vertellen mensen altijd zo wat ze allemaal doen voor anderen en zo. En dat was ook zo fantastisch van Cindy. Zij heeft inderdaad, om dan van één persoon te praten van mezelf, heb zij mij weer zo. Ik heb zoveel van haar geleerd en zoveel zo door haar geïnspireerd. Door,
door wat zij doet. Maar en zij is zo sterk en aanwezig en toch doen ze dit voor die anderen. En niemand, ik geloof dat is geen kunstenaar, en sommigen inderdaad wordt veel slechter waardeerd dan anderen, maar kan zonder de hulp van een ander. Iemand moet jou helpen dat hij je kan onthouden en jou niet vergeten. En zij deed het. Zonder om inderdaad zoetsappig te zijn. Of en die meerdadigheid van alles, die grootsheid van alles. Want nou, gewoon kijk, wat heb ik nou allemaal vergeten wat ik daarover wou zeggen? Oh ja, want eerst had ik gedacht vanavond, ik ga het alleen maar uit dat boekje, die moet je ook maar ergens allemaal vinden. Die boekje van die PC Hoofdprijs, daar is Cindy's toespraak voor Roemer daarin. Maar die wou ik dus voorlezen. Ik dacht, ik zou nou hier mooi zo staan en dan ga ik dat voorlezen. Toen had ik het proberen, maar ja, ik kon dat toch niet op die manier, kon ik het toch niet doen. Dit was een stukje daaruit, ik zal wel een stukje daaruit lezen. Net even kijken, waar ben ik nou? Hier. Ja. Want zo zag ik, wou dit alles, maar dat ging niet zo. Toen dacht ik ook, wat ook mooi is over. Cindy spreekt dan over erkenning. Maar dat je dus dingen herkent. Ja, je herkent. Die landen waar tussen mensen worstelen. Maar ook, en dat vond ik ook mooi, zij kiest nooit net haar schrijvers of haar onderwerpen alleen maar voor herkenning. Zij zegt, ik lees net dat ene stukje wat zij zegt. Dat is het gemak van de herkenning, niet de skok. De skok zit in Roemers taalgebruik, dat anders is dan ik het gewend ben, dat mij soms op een ander spoor zit, dwingt terug te lezen en in wissel te nemen een heel andere kant op dan ik had gedacht. Want het gaat er niet om dat Roemer mij vertrouwd is, en dat is zij, maar dat ze iets te vertellen heeft wat ik nog niet wist. Ik wil dit doen, Cindy ook de hele tijd, wil ik maar zeggen. Soms iets wat ik liever niet weten wou, wat knars, wat kwets, wat kwelt, waar ik misschien nog steeds niet aan wil en misschien straks toch. Roemers oeuvre is niet alleen maar warm en nabij. Dat lezen is ook ongemakkelijk. En Roemer is bepaald geen gemakkelijke dameskap. En zoals jullie zeggen, in die film ook komt het ook naar voren. En dat is natuurlijk ook die andere onderwerp. Ik heb vergeten om iets over mijn eigen bijdrage mijn schilderij toe te zeggen is, ik had niet zozeer die geschiedenis, hier is Kensma, wat ook deel van die groep was, het meer geschiedenis verbeeld. Ik had probeer om dat fragmentarische, dat heen en weer springen in die tijd, waar je dus met jouw nachtmerries zit, jouw psychologische, hoe dingen terugkeer, die geweld, wat in die dictatorschap van Suriname toe zat, bij die decembermoorden, en wat natuurlijk ook in mijn achtergrond, niet direct bedoel ik, want ik ben hier nog, maar van Zuid-Afrika ook zat. En dat is ook mooi in haar films. Wordt ook al genoemd, waar zij dan, doordat zij al die verschillende personen laten praten, dan zegt die een persoon, ja,
maar Roemer kan dat schrijven omdat zij niet meer in Suriname zitten. Dat is gemakkelijk, hè? Je zit daar. En dat krijg je natuurlijk altijd als je tussen die... Ja, die, al die conflicten zit. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja. Ik wou net gaan kijken. Over Roemer. Ja, ik had, zoals ik zeg, ik had nog... Ik wil nog over Cindy zeggen voordat ik naar die laatste stukje toe ga. Ik vond het ook zo mooi van Cindy dat zij die... dat... Ja, die droevenis zit in die dingen. Die politiek zit in die dingen. Maar dit zit allemaal ook... met veel vreugde en passie. Zoals zij zei dus ook een keer... In Suriname gingen we altijd naar alle feestjes. Van die Hindoes, die moslims, die Javanen. Omdat je er lekker kon eten. Maar je kreeg er ook iets van mee. En ik bedoel, dat was ook zo leuk altijd met haar. Van... Je doet het niet omdat je die ander zielig vindt of denkt van wij moeten samen. Je doet het om je graag willen zijn bij die ander. In die, dat je dit niet zo ziet als een ander, maar als allemaal... bijvoorbeeld, ze zei dan ook, dat vind ik ook heel mooi. Ze zei een keer, je mag ook uit haar vader dat haar geleerd. Je mag niet liegen over de grote dingen. Niet iemand verraden. Maar je mag wel jokken. Dat doe ik ook. In mijn werk probeer ik altijd eerlijk te zijn en geen dubbele agenda te hebben. Maar, nou ja, zo over Roemer dan nog even. Dat Roemer zei, Roemer zijn eerste debuutroman blijkbaar, Neem mij terug Suriname... Ik weet ook niet of ik altijd... Ik ben ook slecht met die datums. Maar die Roemer gaat ook heen en weer. Hè? Dan was het zo en dan heet het weer zo. En dan is het lange, heel veel boeken en dingen. Dan zei zij... ik las dus in die herdruk van... Neem mij terug Suriname, wat in 1975, geloof ik, die eerste keer uitgekomen... dan had zij later een nawoord en die laatste nawoord is in 2015. En dan zegt ze aan die einde... Het is sinds ruim 40 jaar voor mij in writer's issue gebleven. Iets is voorbij, maar hoe houdt het op? En dan, goed, dan gaat het verder. Over die ware liefde en die dingen. En... En dit is dus, ja, dat is dus ook iets bij die Roemer, zou ik zeggen, waar, ja, misschien moet ik haar dan maar liever zelf lezen. Je ziet dus ook, want dit is die titel van Cindy. Toen ik de eerste keer hoorde dat Cindy's laatste, die over Roemer, die heette die... Wereld heeft gezicht verloren, vond ik het zo'n prachtige titel. En ik heb eerst later begrepen dat het verzamelde novelle is, wat onder dat titel dan samengezet is. Dus die laatste, hier is dus uit die Alles wat gelukkig maakt, is een laatste iets wat ik dan nog wil voorlezen. En... Ja, nou Cindy, ik wou maar zeggen, tjonge, ja, ik wou maar zeggen, ja, ik kan het toch niet, zonder jou kan ik niet zo goed over jou praten. Nee, want eindelijk, ik wou maar zeggen, ja, ik ben toch daar niet echt mee eens dat de God of de goden jou van ons... zo snel weggenomen hebben. Dus ik begrijp, de wereld is niet rechtvaardig. En ik weet, we moeten ons daar aan houden. En we gaan jou niet vergeten, we gaan al die dingen niet vergeten. Maar
Ja, ik ben toch een beetje boos, moet ik zeggen. En ongelukkig daarover. Dus als je ons hoorde, dus... ik lees dan dit even voor. Oh, maar dan zie ik, dan moet ik... Ik kan het eigenlijk niet voorlezen, want ik heb die... Maar als ik daar sta, dan kan je... Maar jullie kan mij toch horen, je deed het altijd zo zuiver op en neer. Recht toe, recht aan. Je had op je eiland moeten blijven. Ik en daar moeten trouwen met je. Je gezin stichten en zo. Jij bent die tropen al lang voorgroeid. Die vrouw van wie je het hebt, is hij van hier? Is het blauw? Zoek je in reden om mij of anderen te haten? Ik hoor ook eens je moeder zeggen. Beloof mij dat je nooit in handen van witte mannen of van witte vrouwen komt. Ach, ik ben geen dier dat men kan afruchten. Is hij zwart? Andere onderwerp. Werk je nog altijd eens uitsmijten bij Blue Note? Hier gisteren opgezegd. Ik ben zelf een uitgestotene geworden. Laat me lachen. Begin jij? Net als vroeger. Samen. Toen één van ons begint te huilen. 1, 2. Heel veel dank aan alle sprekers vanavond. Sherman de Jesus, Michiel van Kempen en Marlene Duma. We gaan heel graag met u de film waarover het zoveel ging vanavond kijken. De wereld heeft gezicht verloren. Dank u wel. Dank u wel dat u hier was vanavond. In het oude draaiboek stond nog dat we nu met elkaar naar de bar zouden gaan en daar nog eventjes iets zouden drinken. Maar dat mag niet van de coronaregels. Dus ik hoop dat we dat wel weer doen met elkaar over een tijdje. Dank u wel. Ik wilde stappen achteruit doen, mijn ogen dichtknijpen, mijn neus. Maar een magnetische kracht...